mogelijk gemaakt door de Sint en Pieter Express. Krijgen, beste kinderen, de planning. We komen in november aan, dus we moeten de pakjes in orde. Ik moet kijken of alle pakjes wel in orde zijn. Moet ik eerst zakken tellen of moet ik eerst de pakjes tellen? Ik weet het ook. Ik ga naar beneden toe. Ik ga naar het kasteel toe. En dan ga ik kijken of ik in ieder geval, of er al genoeg ingepakt is door de Pieter, beste kinderen. Kijken jullie even mee? Kijk nog, helemaal beneden hier in de kelder. Maar de Pieter zijn al goed bezig geweest, ik zie het al. Even kijken hoor, dat moeten we Amsterdam en Rotterdam en alles al een beetje bij elkaar houden. En Zeeland, Hansweert, ja. Dus gaan we eens even kijken hoor, ja, die is al goed ingepakt. En even kijken hoor. Zal dat dit jaar dan ook allemaal weer goed in Nederland moeten? Oh, wat is het toch altijd een werk, jongens. Even kijken. En we moeten voor Piet. En we moeten voor Jarenne. En we moeten voor Claudia. Oké. En hier Sven. En Jacob. Oh, moeten we allemaal meenemen. Zal toch wel voor elk kindje toch wel een cadeautje zijn? Dat zal toch wel zeker? Of zal de Pieter nog niet zo hard gewerkt hebben? Ja, ik weet het niet hoor, En dan hoor ik ook nog dat er in Nederland, en eigenlijk in heel Europa, zo'n problemen zijn met de mondkapjes en zo. Hè? Dat we daar allemaal mee te maken krijgen. Ik heb er geen gerust gevoel van, kinderen. Het lijkt mij beter als ik eens even polshoog te gaan nemen in Nederland. Hoe het daar nu is en hoe we ermee om moeten gaan. Maar de pakjesboot gaat nog helemaal niet. Hoe moet ik dat dan regelen? Eens even denken. Weet je. Ik kan natuurlijk met de Sint en Pieter Express. Ik kan even vanuit Spanje richting Zeeland gaan. Om eens even een kijkje te gaan nemen hoe het daar is. En of we natuurlijk wel met de pakjesbootzakjes aan kunnen komen in Nederland. Dus ik ga de huispiet aan het werk zetten om hier alles in orde te maken. Zodat alle pakjes in de stoomboot gaan. En als ze dan in de stoomboot gaan, dan ga ik tegen Sint-Nicolaas zeggen dat hij alvast kan gaan varen. Want ik zal het straks al eventjes op de kaart laten zien. Ik weet bijna zeker dat ik onderweg nog wel ergens in kan stappen in de pakjesboot. Dus beste kinderen, ik ga nu als de wiedeweerga met de Sint en Pieter Express richting Zeeland. Om eens eventjes heel stilletjes polshoogte te nemen. Dan gaan we hier nog eventjes wat notities maken voor de huispiet. Dat hij wel weet dat ik alvast even op inspectie ben. Zo. Piet Antonio. Zo. Onderweg. Doe ik even verbinding maken met jullie beste kinderen. Dan zien jullie in ieder geval dat ik onderweg ben. En misschien dat jullie ook nog wel een beetje kunnen helpen onderweg. Tot straks. Doei doei. Thank you.
mogelijk gemaakt door de Sint en Pieter Express.